Jezus, van Nassau ben ik van Duitse bloed. Ja, dat was mooi, hè? Vond ik zelf ook. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Voetbalshop review video. Ik ben Devin en we gaan het vandaag hebben, je had het misschien al geraden, over het Nederlands elftal op het aankomende WK. Onder andere ook over hun nieuwe shirts. Ik heb er eentje aan en natuurlijk ook het uitshirt. Jullie gaan er alles over te weten komen in deze video. We gaan deze video ook wat leuks weggeven, dus blijf vooral kijken, want later in de video vertel ik wat je kan winnen en hoe je dat kan winnen. Eerst gaan we het hebben over de nieuwe shirts van het Nederlands elftal, die ze gaan dragen op het WK in Qatar, maar ook natuurlijk in de wedstrijden die daarop volgen. Het nieuwe thuisshirt heb ik hier aan onder het officiële Anthem Jack. Misschien weet je niet wat een Anthem Jack is. Ik wist het ook niet. Ik moest het even opzoeken. Maar het Anthem Jack is dus de officiële kleding die de spelers dragen op het moment dat zij het volkslied zingen voor de wedstrijd. Ik zal even een pirouetje voor je maken, zodat je van alle kanten kan zien. Dat is mooi, hè? Het jackie dan. Het belangrijkste is natuurlijk het shirt. Daar ga ik het over hebben. Ik zal even het jackie uitdoen. Ja, want dit is het nieuwe shirt van het Nederlands elftal. Het thuisshirt dan. Hierin spelen ze de thuiswedstrijden. Ik zal even een klein pirouetje weer maken voor je. Mooi hè? Shirt dan. Ja, nee, dit is dus het nieuwe shirt. En zoals je ziet is het geïnspireerd op de vacht van de Oranje Leeuw. En ja, zoals je weet, de Oranje Leeuw is natuurlijk het symbool, de mascotte voor het Nederlands elftal. Dus best wel tof. Als je er goed naar kijkt, zie je dus eigenlijk dat de spelers de vacht van een leeuw dragen. Verder zijn de zwarte details ook heel mooi contrasterend met de achtergrond, namelijk de huid van de leeuw, van het shirt. Het shirt wat ik hier aan heb, is niet het shirt waar de spelers exact in gaan voetballen. Die kun je wel kopen en dat shirt heet namelijk het Vapor Match shirt. Ik pak hem er even bij. Op het eerste oog lijken deze shirts heel erg op elkaar. Maar als je ze voelt, merk je dat het een andere stof is, net een andere kwaliteit. Heeft deze iets meer relief en ook iets meer luchtgaatjes. En is deze dus beter geschikt voor de spelers om in te voetballen. In het replica, het fanshirt wat ik nu aan heb, kun je natuurlijk ook prima voetballen of juichen voor de spelers. Maar wil je het echte shirt wat de spelers aan hebben als ze op het veld staan, dan moet je voor het Vapor Match shirt gaan. Nee. Dit is natuurlijk het thuisshirt, maar er is natuurlijk ook altijd een uitshirt nodig. Die ga ik nu even voor jullie aantrekken. Ja, en dit is het uitshirt. Ik zal even een pirouetje voor jullie maken. Mooi hè? Shirt dan. Dit is een shirt geïnspireerd op het shirt wat het Nederlands elftal als uitshirt had in het jaar 2000. Toen grote spelers nog speelden, als bijvoorbeeld Patrick Kluivert. Ook lijkt dit shirt heel erg op het shirt wat het Nederlands elftal op het WK van 2014 in Brazilië inspeelde. Toen we ook overigens Louis van Gaal als onze coach hadden. Toen gooien we natuurlijk hoge ogen door derde te worden op dat WK. Net als bij het thuisshirt zijn er dus ook weer twee verschillende soorten van dit shirt. Wat ik nu aan heb is het replica shirt, het fan shirt, maar je hebt ook weer dat Vapor Match shirt. Ik pak hem er even bij. Dat is deze. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Het is net een ander materiaal, net een iets kwalitatief beter materiaal, wat dus ook door de spelers echt op het veld wordt gedragen. In dit shirt kun je ook weer prima sporten, maar ook prima juichen. Maar wil je exact hetzelfde shirt als de spelers op het WK gebruiken, dan moet je het Vapor Match shirt kopen. Dit zijn ze dan, de twee nieuwe shirts voor het Nederlands elftal voor het WK in Qatar. Het thuisshirt en het uitshirt. Zoals je ziet, het uitshirt is wat meer retro, wat meer geïnspireerd door de klassieke shirts van vroeger van het Nederlands elftal. En het uitshirt is wat innovatiever, wat moderner. Ook een beetje geïnspireerd door bijvoorbeeld streetwear, wat in Nederland heel erg populair is. Ik hoop natuurlijk dat het Nederlands elftal met deze twee shirts hoge ogen gaat gooien op het aankomende WK. Over het WK gesproken, ik heb nog een klein quizje voor jullie met een aantal leuke vragen over het Nederlands elftal. Ja, dames en heren, welkom en leuk dat u kijkt naar Voetbalshop Quiz. Ik ben uw quizmaster Devin Hellenius. Ik heb een aantal vragen voor jullie over het Nederlands elftal op de vorige WK's. Dus pak pen en papier erbij, denk goed na, want hier komen ze met vraag 1.
Het Nederlands elftal heeft nog nooit een WK gewonnen. Wel zijn ze 3 keer tweede geworden. Dat was onder andere in 1974 en in 1978. Maar wat is het laatste WK waarop het Nederlands elftal tweede is geworden? Ik geef u even 5 seconden om erover na te denken. En dan komt nu het antwoord, dus zet hem op pauze als je hem nog niet hebt. Dat was namelijk het WK van 2010 in Zuid-Afrika, toen Nederland tweede werd in de finale tegen Spanje. En dan moet ik altijd denken aan het moment dat Arjen Robben 1-op-1 met de keeper van Spanje, Casillas op dat moment, stond en net miste. Jammer. Volgende vraag. De laatste wedstrijd op hun WK van het Nederlands elftal is alweer een tijdje geleden, want ze hebben natuurlijk het vorige WK gemist. Dat was het WK van 2014 in Brazilië. Maar tegen wie was die laatste wedstrijd op dat WK in Brazilië? Ja, weet je het? Schrijf het op. Het antwoord komt namelijk nu. Dat was tegen Brazilië ook, het gastland, in de troostfinale voor de derde plek. Nederland versloeg Brazilië en werd dus derde op het WK van 2014. Leuk feitje, ik heb het net al genoemd. Louis van Gaal was toen ook de trainer. Vraag nummer 3. Robin van Persie, een grootheid voor het Nederlands elftal, is momenteel topscorer met 50 doelpunten in het Nederlands elftal. Memphis Depay komt daar in de buurt en omdat hij natuurlijk nog een jonge speler is, kan hij misschien Robin van Persie wel van de troon stoten. Maar hoeveel doelpunten heeft Memphis Depay op dit moment in Oranje gescoord? Denk er even over na. Komt nu het antwoord. Dat is namelijk 42 doelpunten. Net zoveel als Klaas-Jan Huntelaar ooit voor het Nederlands elftal heeft gescoord. Dus hij deelt die tweede plek nu met Klaas-Jan Huntelaar. Ik ben benieuwd of je het goed had. Want we gaan nu door naar de laatste vraag. Vraag 4. De 2 spelers van het Nederlands elftal die de meeste wedstrijden ooit op een WK hebben gespeeld, zijn Wesley Sneijder en Robin van Persie. Is hij weer. Maar hoeveel wedstrijden hebben zij op WK's gespeeld? Een klein tipje, zij hebben meegedaan aan 3 WK's. Ja, en ze hebben het heel goed gedaan op die WK's, want ze zijn vaak ver gekomen. Ze hebben namelijk 17 wedstrijden gespeeld voor het Nederlands elftal op WK's. Een ongekend aantal natuurlijk, maar goed, het waren natuurlijk ook topspelers in hun tijd. Laat me weten in de reacties hoeveel van deze vragen jij goed had. Nu je toch bezig bent met reageren, nou dan kun je misschien meteen meedoen met de giveaway. Daar vertel ik je meer over. Jij kan namelijk 1 van deze 2 shirts naar keuze winnen. Wil jij een thuisshirt of wil jij het uitshirt? Hoe je dat kan doen, is door te reageren. Als je toch al bezig bent en laat weten hoeveel vragen je goed had, laat dan ook meteen weten of je het thuisshirt of het uitshirt wil winnen. En wie weet win jij wel 1 van deze 2 shirts. Je weet hoe je wint, omdat wij gewoon een reactie plaatsen op de reactie die heeft gewonnen. Dus reageer, like en abonneer je op ons kanaal. En wie weet win jij 1 van deze 2 shirts, zodat jij het Nederlands elftal op het aankomende WK in stijl kan aanmoedigen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En ik hoop je snel weer te zien bij een volgende. Doei doei!